Per presidentieel besluit is op donderdag 17 december 2020 het clusterteam controle handhaving COVID-19 geïnstalleerd. Dit interdepartementaal team moet toezien op een effectieve handhaving en naleving van de COVID-19 maatregelen. Het team mag ten alle tijde optreden daar waar de regels niet in acht worden genomen. De coördinatie van dit team geschiedt door de arbeidsinspectie. Inspecteur-generaal Juan Noregio vertelt in gesprek met de communicatiedienst Suriname meer over het clusterteam. Bij mandaat van de ministers van Volksgezondheid, Arbeid, Werkelijkheid en Jeugdzaken, Defensie, Justpol, ROS, is een clusterteam ingesteld voor de controle en handhaving van de COVID-19 veiligheidsprotocollen. Dus het doel is dat we dan in clusterverband met diverse eenheden, zoals eerder genoemd, Defensie, Justpol en ook gespecialiseerde eenheden zoals het BOG, ECD, dat we dan gezamenlijk de inspectie zullen uitvoeren om COVID-19 eigenlijk te proberen de spreiding te proberen te beperken door dan de controle uit te voeren bij diverse bedrijven, bij deze de horeca sector. Arbeidsinspectie heeft bij deze eigenlijk de leiding of de lead om dit clusterteam eigenlijk te leiden. En wij van de arbeidsinspectie hebben ook al de wettelijke bevoegdheden conform onze taakstelling om te zorgen dat de bedrijfsgezondheidszorg, veiligheid, gezondheid van werkzamen en gegarandeerd wordt. En we kunnen dan de COVID-19 protocollen ook als een deel van garanderen van gezonde medewerkers en ook van de totale samenleving, waardoor we dan eigenlijk in clusterverband onder leiding van de arbeidsinspectie dan de inspectie zullen uitvoeren op een verhoogde niveau. Als we kijken naar de stijging van de positieve gevallen, zien we dat het eigenlijk niet de goede kant op gaat. En mede ook op onze inspecties die we hebben gevoerd afgelopen weken, zien we ook dat vele horecabedrijven zich niet houden aan de protocollen voorgeschreven door het ministerie, door de regering. En het is dan nodig dat de regering eigenlijk strenger zal moeten optreden om te voorkomen dat men zich niet houdt aan de voorgeschreven protocollen en dat een mogelijke spreiding eigenlijk hierdoor beperkt kan worden. En om dat te doen is het dan noodzakelijk dat er een cluster gevormd wordt waardoor we dan gezamenlijk de inspecties kunnen uitvoeren en dat elke discipline zich dan binnen hun bevoegdheden zullen nagaan om de nodige inspecties uit moeten voeren. Ja, dus de aangepaste protocollen is niet eenzijdig door de regering gedaan. Dat is na onderhandeld te hebben of gesprekken te hebben gevoerd met het bedrijfsleven, zijn we dan tot een compromis gekomen dat de protocollen dan verscherpt zal moeten worden. En een van de wijzigingen is onder andere van dat op grond van de bezetting van uw terras, dat dan wordt uitgerekend hoeveel personen aanwezig kan zijn. Er is ook een limiet aan verbonden van dat men dan maximaal 50 mensen afhankelijk van uw bezetting eigenlijk mag gaan herbergen. En een heel andere belangrijke wijziging is ook dat elk cliënt zeg maar 2 uren lang mag begeven op een locatie. En dat voor ons is ook belangrijk om dat na te gaan. Om die 2 uren na te trekken, is het ook belangrijk dat men dat ook aangeeft. Is ook, denk ik, aangewezen protocol dat men ook aangeeft wie de bezoekers zijn. Dat we dat ook daarop zullen toezien van welk bezoeker komt en hoe laat. Waardoor we, wanneer we dan die prikactie zullen uitvoeren, dat we dat ook zien hoe lang zo'n bezoeker daar zich heeft bevonden. En los van om te weten hoe lang men zich daar bevindt, het gaat ook om de contact tracing. Dat is ook heel belangrijk. Wanneer mag blijken later dat persoon A positief is aan COVID-19 en dat door die contact tracing we zien dat dezelfde persoon eerder bij een specifieke restaurant zit, dan weten we hoe de regering dan zal moeten optreden. Dus dat zijn de aanpassingen vooralsnog, want elk moment
kan zich er nieuwe maatregelen worden toegepast. Dat is afhankelijk van de situatie op dat moment. Waar het verscherpt moet worden, zal het ook verscherpt moeten worden. En ook is aangehaald de seatingsplan. Het moet ook duidelijk zijn van dat elk restaurant zich moet aangeven wat hun seatingsplan zijn. Eenmaal dat is aangegeven, mag men geen verandering aanbrengen. Een mooi voorbeeld, we weten wat aan toe gaat. Men gaat in groepen van 9, bijvoorbeeld. En met het protocol is aangegeven, per tafel mag er maximaal 4 mensen zich daar bevinden. En zo weten dat er een groepje met een groep van 9, dat men uit ervaring, dat we hebben gezien genoodzaakt is, dat men aan de tafel zo bij elkaar trekt om in dezelfde groep te blijven. Maar dat is ook niet toegestaan. Is 4 maximaal per persoon. Rekening houden met de afstanden die zijn aangegeven bij de protocollen. En dat men dan die seatingsplan van die tafels niet mag wijzigen. Dus die markering is heel belangrijk, daar gaan we ook letten. Voordat zo'n inspectie wordt uitgevoerd bij een onderneming, bij de horecasector, dient dan degene die dat acties uitvoert zich te gaan legitimeren. Dat is belangrijk, men moet weten wie we zijn. De arbeidsinspectie zal zich dan moeten legitimeren samen met de andere partners in de cluster, wie we zijn en waarvoor we daar zijn. We zijn er niet om iedereen onaangenaam te doen. We zijn er daar eigenlijk meer voor de veiligheid en de gezondheid van een ieder. En wanneer we zien dat er overtredingen zijn, hetzij een markering is er niet of een beplakking is er niet, dan zullen we dan zo'n persoon wel gaan vermannen of gaan aanspreken om daar wijzigingen aan te brengen. En dan al die overtredingen die zijn geconstateerd, wordt dan zo'n VVO opgemaakt. Een VVO is een veiligheidsvoorschrift voor ondernemingen, waar de nodige wijzigingen gedaan dient te worden. Maar wanneer wij zien dat er wel direct gevaar is voor werkzamen en iedereen daar bij de zaal, zijn wij wel bevoegd om te vragen om te gaan ontruimen. En waar nodig, wanneer we zien dat men gebruik maakt van plekken of locaties die niet is toegestaan, zoals een dine-in. Uit eerdere inspecties zijn gebleken dat men toch dine-ins gebruikt, heeft gepoogd om dat toch nog te gaan gebruiken. Dan zijn we dan genoodzaakt om zo'n ruimte af te sluiten. Dus dat is ook afgesproken, van dat we dan vergaande maatregelen mogen treffen. En de arbeidsinspectie is conform de wetgeving ook al bevoegd, waar er gevallen waar er directe gevaar zich heerst, waar het gezondheid, veiligheid in gevaar komt voor werkzamen iedereen daar zo, dat we dan kunnen gaan tot parate executie. En we hebben gevallen waar wij dan kunnen verbaliseren, gaat de clusterteam ook gaan verbaliseren. Dus dat zijn die zaken die gedaan zullen worden. En wanneer mag blijken dat zo'n ondernemer zich niet houdt aan de adviezen of de voorstellen die we hebben gedaan, of de wijzigingen die men moet gaan aanbrengen, bij de eerste keer niet gedaan, de tweede keer niet gedaan, dan gaan we dan over moeten gaan tot intrekking van de vergunning. En dat was ook afgesproken met het bedrijfsleven, dat men zelf in die richting op wil gaan voor bedrijven die zich niet houden aan de COVID-protocollen, dat men dan ook erachter staat, dat we ook moeten kunnen aangeven dat bij sommige plekken men dat niet goed doet, intrekking, akkoord, en dat waar het ook goed gaat, waar men dat zich houdt aan die protocollen, dan zullen we dat ook aangeven, dat er bedrijven zijn die het ook goed doen. Maar niet dat wij alleen maar daar zijn om te gaan opsporen waar het niet goed gaat. En waar we dan waren geweest en we zien dat men zich wel houdt aan de COVID-protocollen, dan gaan we die dat ook gaan toelichten. Dus kort gezegd, het is een wisselwerking. Wil men hebben dat wij niet overgaan tot het uiterste, dat is een trekking van vergunning, dan moet men wel zich gaan houden aan de voorgeschreven COVID-19-protocollen. Hierbij doe ik een dringend beroep, vooral bij het bedrijfsleven, om zich te houden aan de COVID-19-protocollen voorgeschreven door de regering. Voor ons is het belangrijk dat wij COVID-19 moeten gaan aanvechten, omdat COVID-19 er is en niet weggaat,
En gezamenlijk kunnen we dan COVID-19 aan. Wij van de regering, het clusterteam, kan dit alleen samen met u, het bedrijfsleven en degene die zich bevinden in de horeca, dat met uw medewerking, dat we dan deze stijging en de COVID-19 kunnen aanvechten. Onze optreden hangt ook af van uw inzet. Als u zich houdt aan de voorgeschreven COVID-19 protocollen, dan zijn we niet genoodzaakt om te gaan tot het uiterste middel en dat is intrekking van uw bedrijfsvergunning. En hierbij nogmaals tot slot, ook voor ieder om zich te houden aan de voorgeschreven COVID-19 protocollen, want het begint ook als u als consument, als cliënt, als bezoeker van een onderneming, dat wanneer u ook ziet dat een bepaalde onderneming zich niet houdt aan de COVID-19 protocollen, dat u zich dan ten alle tijde ook terug kan koppelen met de clusterteam en ook de eenheden die zich behoren tot de clusterteam. En laten we dan 2020-2021 starten met veel minder COVID-19 gevallen en dat wij allen zich dan kunnen starten met een veilige Suriname en voor u nog een vrolijke kerst komend week en blijf gezond, blijf veilig en houdt u dan aan de COVID-19 protocollen.